Na wandelingen in Lichtenvoorde en Groenlo gaan we dit jaar een nightwalk houden in Eibergen. Peter Stovering, ja, dat moet je goed doen hè, als Eibergse ondernemer. Ja, dat doet me zeker goed. Ook een hartstikke mooi initiatief natuurlijk. Dat de nightwalk hier in Eibergen wordt gehouden. En ja, wat kun je met zo'n nightwalk verwachten? Een heel mooi rondgang waar allemaal Eibergse bedrijven. En daar ben ik echt wel trots op. Want ja, als ondernemer wil je ook heel graag je bedrijf laten zien en promoten aan... Aan de burger, de medemens. Want zoals je hier ook een beetje kunt zien, wat kun je dan een beetje verwachten? De mensen mogen hier door het bedrijf heen lopen. En niet alleen bij ons bedrijf, maar bij, ik dacht bij iets van 15 bedrijven waar we totaal gaan bezoeken of kunnen bezoeken in Eibergen. Dus echt wel een initiatief. Ja, het wordt een wandeling van 7 kilometer. Ik heb me laten vertellen, iets korter dan vorig jaar. Want ja, je slingert ook nog een beetje door die bedrijven zelf heen natuurlijk. Ja, 7 kilometer is natuurlijk al een best een leuke wandeling. En wat je hier ook nog denkt, ja, mensen gaan door een bedrijf heen lopen. Dus die lopen niet een heel strak lijntje. Hè, maar die mogen echt even kijken en ja, voelen. Dus misschien over aanzitten, dat hopen we nog niet. Maar ze mogen echt wel gaan kijken. Dus 7 kilometer ben je wel kwijt. Ja. Nou, terwijl we deze video opnemen, zijn jouw medewerkers gewoon aan het werk. Zullen ze dat die vrijdagavond ook zijn? Ik heb gevraagd. Nee, dat is niet waar. Ik heb helemaal niet gevraagd. Er zijn wel een paar mensen hier aan het doen. Maar we zijn geen bedrijf wat echt kan laten zien. Of s'avonds met alle mensen aanwezig om hele productie aan te slingeren, zeg maar. We laten wel een paar dingetjes zien, maar dat is wel minimaal. Maar ja, als je door een werkplaats als dit loopt, een machinale, dan kun je toch een goed idee krijgen en een goed gevoel krijgen van een bedrijf. Van wat gebeurt daar en wat is daar dan binnen? Hè? Want heel veel mensen fietsen langs een bedrijf heen of rijden langs heen. Maar nu kun je echt inkijken van wat gebeurt daar? Nou, ook een boerenbedrijf doet mee, dat is uniek volgens mij. Je was nog niet eerder in die nightwalk. Nee. De start is bij Hof van Eckbergen. Dan wandelt men door het zwembad heen. Ik weet niet, mag ik dat nog wel vertellen? Ja, mij wel. Er zitten heel veel verrassende elementen in. Dan gaan we een stukje door het bos heen, slingerbos. Er gebeurt ook nog weer een paar dingen. Dan komen ze achter op het industrieterrein eigenlijk hieruit. En dan ga je letterlijk en figuurlijk door een boerenbedrijf heen, door de melk, door de loopstal. Ja, kom je hier achter op het industrieterrein. Ja, aannemers, spikker weet ik dat hij mee gaat doen, groot service, veetransport. Nou, dat is ook van alles te zien. Hier komen we bij Stoof komen natuurlijk eventjes langs. Dan gaan we richting Heijnhuis, Ferrosoom, ook heel mooi bedrijf, Saint-Gobain. Flexofit, zoals het altijd eerder genoemd werd, waar ze slijpschijven maken, gaan we was doorheen. Maas, de drukken, ik zit even Perlijn is ook wel een heel apart gebeuren. Daar mag je allemaal kijken. Onderweg heb ik gehoord bepaalde standjes met drank, groepen mensen die wat zingen, fanfares. Het is van alles te doen, oldtimers, dus van jong en oud wat te leven. Jullie starten om 7:30, het heet ook een nightwalk, maar dan is het ook wel zo ongeveer donker. Hè? Dus, op dat moment, 20 september, is het dan al 7:30 wel donker, ja. Dus dat geeft nog die extra dimensie? Die geeft die extra dimensie. Mensen krijgen een lampje om en het is allemaal goed begeleid eigenlijk. Hè? En het is een nightwalk. Dus, het mag ook donker zijn? In de schieterij bekijken we s'avonds in het licht. Ja, mensen kunnen in principe ook s'avonds nog aanmelden, maar de voorkeur heeft om gewoon nu alvast een kaartje te kopen, dan wel in de voorverkooppunten of online. Ja, dat is toch wel echt de aanbeveling. Ik heb, dit is al gebeurd, of dit is een paar jaar geleden in Lichtenvoorde in Groenlo. Snijboot geweest, een groot succes. Echt heel veel mensen hebben daar meegedaan en hier in Eibergen hopen dat het een groot succes is. De voorverkoop, wat ik begrepen heb, is nu al goed aan het draaien. Dus wees op tijd bij en koop je kaartje bij de adressen. En s'avonds kun je nog wat kaarten krijgen. Ik weet niet hoeveel, maar ik zou het risico niet willen nemen. Nee, en op nightwalk.eibergen.nl, daar kun je ze digitaal aanschaffen. Ja. En bij verschillende verkooppunten. Nou, ik heb me laten vertellen de Jumbo, Steentjes en Hof van Eckbergen. Ja. Heb ik ook wel laten vertellen. Ja. Ik verkoop zelf niet de kaarten. Nee, ik promote het heel graag, deze nightwalk. Maar ik hoop dat heel veel mensen ook afkomen. Nou, in Lichtenvoorde waren er meer dan 1000 mensen volgens mij. Hè? Dus, 1200 man of zo. Kan druk worden, ook hier in Eibergen. Ja, hoop het een beetje mooi weer is.
Ja, dat zal wel mooi zijn, hè? Gewoon ja, lekker droog. Als het regent, niks aan, maar nee. Als het een beetje leuk weer is. En we kunnen echt doorbedrijven. Maar ja, het is het unieke moment om als ondernemer, tenminste, ik vind het heel mooi, om mijn bedrijf te openen voor mensen. En ook mensen weer nieuwsgierig te maken. Wat gebeurt hier bij een bedrijf? En misschien houden we ook nieuwe medewerkers in over, je weet het niet. Ja. Het is ook een mooie lage drempel om deze bedrijf binnen te kijken. Van, is dat misschien iets voor hem of voor haar om hier te werken? Jij hebt er in ieder geval heel veel zin in, ja, Peter, dat merk ik al. Ja. Mensen kunnen dus nu al de kaart kopen en dan op 20 september lekker allemaal de Nightwalk door Eiberg. Ja, door het industrieterrein van Eiberg. Dus mensen, tot dan. Ga.